coach, de voorbije seizoenen hebben we 5 keer gewonnen, 1 keer verloren tegen Standaar. Tot nu toe hebben we al onze thuismatchen gewonnen. Verwacht je dan opnieuw een overwinning na een toch bewogen week? Wij gaan altijd voor een overwinning. Hè. Als we thuis spelen, proberen we wel ons matchje te winnen. Maar Standaar is een goede ploeg, dus dat zal weer een moeilijke dobber worden. Maar meestal doen we dat goed. Dus, we hebben thuis 2 jaar terug verloren tegen Standaar. Dat was in de enige keer. Maar we moeten proberen dit jaar terug aan te knopen met de overwinning. Zoals je daarnet zei op de persconferentie, mits winst tegen Eupen stonden we tweede. Het perfecte scenario eigenlijk. Als we nu zouden verliezen, vallen we terug naar de middenmoot. Moeten we ons dan zorgen maken? Oh ja, zorgen? Nee, we maken ons geen zorgen. Het kan altijd gebeuren, maar we gaan daar niet van uit. Het is een feit, hadden we gewonnen in Eupen, dan stonden we perfect op koers. En dan kan je ook tegen een duwtje, dan kan een keer een misstap gebeuren. Meestal als je een misstap doet, dan kan je geen tweede misstap veroorloven. Of dan zak je inderdaad onmiddellijk weg, zeker als alles zo dicht bij elkaar hangt. Dus we moeten proberen om die 2 misstappen naar elkaar te vermijden in de competitie. En we gaan er alles aan doen om tegen Standaar thuis te winnen. Maar oké, als we dat doen, dan komen we terug in de top 6. Maar dan is ons werk nog niet af, want dan moeten we nog die schade inhalen die we eigenlijk al op verplaatsing hebben laten liggen. Dus dan zullen de komende uitwedstrijden ons verplichten om ook proberen een keer 3 punten te pakken daar.